Er hingen een hoop vraagtekens boven de launch van de nieuwe Aston Martin AMR 21. Welke kleurstelling zou die krijgen? En belangrijker misschien nog wel, in hoeverre was de auto wederom een kopie van de Mercedes? Niet, beweert men. Maar aangezien het een doorontwikkeling is van de auto van vorig jaar, die wel gebaseerd was op een Mercedes, luidt het antwoord gewoon ja. Maar inderdaad, Aston Martin lijkt wat andere oplossingen te hebben gevonden voor bepaalde problemen dan Mercedes. De bulten die we op het bodywork van de engine cover van de W12 zagen, zien we ook terug op de AMR 21, zij het nog groter en verder naar achteren. Dit was noodzakelijk om de aanpassingen aan de Mercedes krachtbron onder te kunnen brengen. Van de diffuser weten we ook heel zeker dat die nieuw is, want dat schrijven de reglementen nu eenmaal voor. Maar controleren kunnen we dat niet, want ook hier is het aerodynamische, zeer bepalende onderdeel aan spiedende ogen onttrokken. Verder naar voren vallen de extreem ovale sidepods op, wat van voren goed zichtbaar is. Echter, kort daarachter vouwt het bodywork scherp naar binnen, iets wat we gedurende het seizoen van 2020 geïntroduceerd zagen worden. Daaronder kijken we dit seizoen in het bijzonder naar de nieuwe vloer, die bij Aston Martin wat minder clean en vlak oogt dan bij de concurrentie. Er lijkt wel degelijk enige ruimte te zijn om te spelen met sleuven en opstaande randjes. Voor de sidepods is het weer een hele weerwar aan vleugeltjes, vinnetjes en opstaande randjes om de lucht maar zo efficiënt mogelijk onder de auto door en om de auto heen te geleiden. De eerste verticale staander komt niet zo hoog als die van Mercedes, maar blijft steken op de hoogte van, jawel, de Mercedes van vorig jaar. Ook dit team kiest voor de horizontale lamellen op de Asterix vleugels. Niet nieuw in de Formule 1, wel een trend in dit nieuwe jaar. Op de halo zien we een dubbeldek spoiler bovenop. Ook niet nieuw, maar niet iets waar elk team voor kiest. En moeten we het nog over de livery hebben? Dat die veranderd is, mag duidelijk zijn. Het team adopteerde de traditionele British Racing Green kleur met een vleugje roze van sponsor BWT. Het is de bedoeling dat Aston Martin ook in 2021 meedoet in de strijd om P3 bij de constructies en als het even kan, haast op podiums en misschien wel meer. Aan Sebastian Vettel en Lance Stroll de schone taak om dat voor elkaar te boksen. Bedankt voor het kijken van deze video. Wil je nooit meer een video missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal door op het belletje te drukken. Zo ontvang je automatisch een melding zodra we een nieuwe video uploaden. Check tevens onze website racingnieuws365.nl en onze social media kanalen voor het laatste nieuws uit de wereld van de Formule 1.